Shireen El Sayed van de Politie Midden Nederland, welkom. Dank je. Goed dat je er bent. Het was een flinke mishandeling die plaatsvond op dat basketbalveldje in de Utrechtse wijk Tolsteeg. Wat heeft de vorige uitzending nou aan tips opgeleverd? Nou, we hebben echt heel veel tips binnengekregen. Die hebben we ook allemaal onderzocht. Maar we hebben die daders helaas nog niet te pakken. En dat moet wel. Zo is dat. We geven niet op. Het slachtoffer was nog maar een paar maanden in Nederland en spreekt nog geen Nederlands. Onze collega's van Opsporing Verzocht besteden afgelopen week ook aandacht aan deze zaak en spraken met het nichtje van het slachtoffer. De mishandeling vindt plaats op dit basketbalveldje aan de Briljantlaan in Utrecht. Op 17 december zitten aan een picknicktafel zo'n 8 jongeren. De Chinese man van 24 is in zijn eentje aan het basketballen. Als hij even pauze neemt, komt een van de jongens naar hem toe en bedreigt hem met een stroomstootwapen. De jongen zegt ook iets, maar de Chinese man begrijpt het niet. De andere jongens komen erbij en pakken dan zijn bal af. Hij wilde gewoon zijn bal terug. En op een gegeven moment, ik weet niet precies wat er precies tussen gebeurde, maar dat hij een jongen vastpakte en toen werd hij eigenlijk van achter, dus tegen zijn rug, werd hij geslagen en geschoppen. Uit het niets eigenlijk. Toen heeft hij een hele harde klap gekregen tegen zijn rug. Toen is hij eigenlijk weer rechtop gaan staan. Ja, en heeft hij weer een hele harde klap gekregen tegen zijn oog. Waardoor hij eigenlijk op de grond kwam te liggen. Het oog is eigenlijk zodanig beschadigd dat de functie niet meer kan uitoefenen. Dus dat hij niet meer kan zien met dat oog. Zelf verklaarde het slachtoffer het volgende bij zijn aangifte. De afgelopen dagen ben ik zeer emotioneel geweest. Ik heb heel veel gehuild en pijn gehad. Bij het open doen en kijken met mijn rechteroog heb ik een stekende pijn, ondanks dat ik geen zicht meer heb. Het feit dat ik niks en nooit meer kan zien, dat doet zoveel meer pijn dan de pijn die ik nu voel en heb. Ja, een flinke mishandeling waarbij dus ook een stroomstootwapen is gebruikt. Er moeten mensen zijn die een vermoeden hebben wie dit geweest kunnen zijn. Shireen, wat weten we van het groepje jongens? Nou, we weten dat het gaat om een groepje van 8 tieners. 6 daarvan hadden een lichtgetinte huidskleur en 2 ervan een lichte huidskleur. Degene met dat stroomstootwapen had een lichtgetinte huidskleur en had flink wat jeugdbuisjes, pukkels op zijn gezicht. En opvallend aan de groep was dat er 2 jongens echt dik waren. Oké. Een uitgebreidere beschrijving van de groep vindt u op onze website. Denkt u nu te weten om welk groepje jongeren het gaat, geef het dan door via de tiplijn. Het feit dat een van hen een stroomstootwapen heeft, ja, moet toch wel bekend zijn in zijn omgeving. Kent u een van de jongeren persoonlijk en vindt u het daarom lastig om de tiplijn te bellen? Geef uw tip dan anoniem door via M0800 7000.